Hoi allemaal, welkom weer bij een video van J-Mini Hurricane. Deze video staat eigenlijk in het teken van de magische paarden vinden in het bos. Dat wil ik dan ook met jullie doen. Dit staat alleen los van de magische eenhoorns, want die spannen natuurlijk overal random op. En die locaties moet ik nog een klein beetje researchen voordat ik daar echt concreet antwoord op kan geven. Wat ik jullie wel kan laten zien is de route die ik loop om de magische paarden te vinden in het holle bos die je kan aaien. Het zijn er 6 in totaal. Het is een Percheron, een Mawari, 2 halflingers als ik het goed heb en 2 Clydesdales. Die route ga ik jullie laten zien die ik altijd eigenlijk rijd. Dan ben je er eigenlijk zo doorheen. We gaan nu als de wieder weer als allereerst naar de Percheron. De Percheron is namelijk het enige paard dat aan de andere kant van het water staat van Veeldeel. Dus dan ga ik jullie dat laten zien. Ik begin aan mijn... Oh, mijn route altijd hier. Oh, crash. Ai, 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 ai. Het is de Percheron. De Percheron, die laat ik even hier in beeld zien. Deze Percheron gaan we zoeken. Deze Percheron, die moet als het goed is hier in deze omgeving staan. Dus die gaan we eens even zoeken. Oh, ik zie hem al lopen. Oh, 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 slingeren. Kijk eens aan. Hier staat de Percheron. En deze Percheron, die kun je dus vinden in dit hele gebied. Als je hem niet in één keer ziet, blijf een paar rondjes rennen. En dan kom je hem uiteindelijk tegen. Wat wel belangrijk is om te weten. Als je deze paarden wil aaien voor XP, is het belangrijk dat je alle paden, het pad van vermaak, het pad van runologie en het pad van de aarde in de runensteen, alle missies daarvan... vrijgespeeld hebben. Op dat moment kun je dus de paarden aaien. Volgens mij pad van vermaak heb je de halflingers die je allemaal kan aaien. Pad van de runologie kun je de Clydesdales aaien. En het pad van de aarde kom je de Percheron en de Mawari tegen die je kan aaien. Heb je die nog niet? Zullen ze wel in het bos lopen, maar zullen ze van je weglopen. We gaan nu op weg naar de Mawari. Eens even kijken. De Mawari, die moet als het goed is in dit gebied lopen. Oh, ik zie hem al. Hier loopt de Mawari. Dit is de Mawari. Die loopt dus hier in dit gebied rond. Mocht je hem nou ook weer niet in één keer vinden, dan ren ik heel even het stukje wat je kan rennen. Want hij kan hier staan bij de boom. Hij kan hier in het water lopen. De Mawari kan hier bij deze boom staan. Of hij doet zijn rondes gewoon een beetje random wandelen. Maar het is sowieso dit gebied waar je de Mawari kan vinden. Dan gaan we door naar de volgende. Dus je schiet hier rechtdoor. Hier ga je rechtdoor. En dan kom je hier uit. En dan zie ik je hier al zie je de magische haflinger staan. Deze magische haflinger loopt dus vanaf hier... Maar die kan dus ook, als je hem niet vindt, hier door het water lopen. Je moet maar zo bedenken dat je de oriëntatiepunt is. Zijn deze mensjes van de race. Deze mensjes die zijn jouw oriëntatiepunt om deze haflinger te vinden. Hij kan ook hier lopen. Hij kan hier bij de boom staan. Hij kan hier wat van aan de waterkant lopen. Maar hij loopt altijd hier in de buurt. Dus mocht je hem niet in één keer vinden... Loop een rondje en je komt hem zelf al tegen. Dan gaan we gauw door naar de volgende. Het volgende magische paard die we altijd zoeken. Je loopt zeg maar gewoon vanaf die boom. Die daar loop je eigenlijk in één stuk rechtdoor hier het bos in. Oh, zonder dat je crasht. Oh. En dan gaan we hier zoeken, want hier loopt de Clydesdale. En daar loopt hij al. Hier heb je de Clydesdale, de blauw paarse Clydesdale die je dus hier kan aaien. Deze Clydesdale heeft ook een best wel breed gebied waar hij kan lopen. Dat is eigenlijk hier compleet wat je hier kan zien, loopt hij rond. Goed kijken, hij kan zich ook verstoppen in de bosjes. Dus vind je hem niet in één keer, blijf ook wat ik zei een paar rondjes lopen. En dan vind je hem zelf. Superleuk. Nu gaan we even een stukje rijden. En nou gaan we deze kant op. Als ik het goed heb. Gaan wij hier naar deze. Deze race. Daar ga je heen, dat rosetje. Dus vanaf hier gaan we rechtdoor.
Kijk, dit is tevens mijn route, wat ik ook zeg. Dat ik jullie ongeveer kan laten zien hoe ik de route rij om de paardjes te vinden. Oh, als jullie een route, een andere route beter vinden, is dat ook oké. Maar dan weet je in ieder geval de locatie. Kijk, ik hoef al niet veel te zoeken. Hier is de locatie van de volgende magische halflinger. Die staat altijd hier lekker rondjes te lopen. Dan neem als oriëntatiepunt dus deze brug. En de race van de vlinders, weet je wel, waar je die vlinders moet vangen. Oriëntatiebrug. En dan kan hij hier in dit hele gebied lopen. Hij kan ook nog, als je hem hier niet kan vinden, kan die eventueel ook nog hier lopen. Hij heeft, ook, hij heeft een breed gebied. Hier bij deze, ja, wat is het? Vervallen gebouw. Daar kan die ook lopen. Verbrande huis. Dus, dat is nummer 5 alweer. We gaan nou op naar nummer 6. En dat is de laatste Clydesdale. Voor de laatste Clydesdale moet je eigenlijk een beetje richting de druïdenbak. Die zit hier ook. Dus dan moeten we daar even naartoe. En dan doen we het. Dan doen we het volgende. Dan gaan we eventjes hier tussen. Ik ga vast en zeker crashen. Ook meteen. Ja, gaat goed. Dan gaan we op naar de laatste Clydesdale. Ja, ik slinger altijd een beetje door het bos. Maar ik vind het ook echt super fijn om gewoon hier en daar wat vlindertjes te vangen. Altijd weer goed om te weten. Wist je dat je die vlinders. Stel dat je hem niet nodig hebt. Je kunt ze altijd in je kast bewaren. Want één vlindertje is 1 Jorvik shilling waard. Eén stapel past 9.999 vlindertjes in. Dus dat betekent dat je eigenlijk. Een volle stapel is 10.000 Jorvik shilling. Dus dat is lekker. Altijd bewaren die vlinders. En het is altijd een goede reden om te zoeken. Goed, nou komen we bij het laatste gebied aan. Met de laatste Clydesdale die we zoeken. En die moet dus in deze omgeving lopen. Ik vind deze altijd wel wat lastiger te zoeken. Want deze, hij kan ze natuurlijk verstoppen achter de stenen en zo. Dus ik ga hem even met jullie zoeken. Waar ben je? Waar ben je? Hij kan overal zijn. Oh, hier staat hij. Hier staat de Clydesdale, de laatste en tevens de laatste van de reeks die wij zoeken. De zesde. Die staat altijd bij de druïdenbak. Dus dat is ook wel een hele fijne oriëntatiepunt om ze te zoeken. Dus ik hoop eigenlijk dat ik jullie met deze video een handje op weg kan helpen met het vinden van de magische paarden. Want sommige zijn inderdaad gewoon moeilijk te vinden. Goed zoeken naar de plekken waar ik heb aangewezen. En mocht je hem niet in één keer vinden, maak even een rondje. Je ziet hem vanzelf wel lopen of staan. Goed in de bosjes kijken, want ze hebben schutkleuren. Helaas. Maar dat komt helemaal goed. Jullie kunnen dit. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En als jullie hem leuk vonden, doe een duimpje omhoog en laat het weten. Hebben jullie nog ideeën voor een andere leuke video? Let me know. Dan zal ik daar zeker weten mee aan de gang gaan. Hey, hartstikke bedankt allemaal. En tot de volgende keer. Doei doei!